Ilse, Sjoukje, Manon winnen de eerste prijs hier in Makkum. 8 uur nog wel eens bij de vrije formatie. Manon, hoe voelt het nu? Ja, fantastisch. Super. Ik ben sowieso vorige week derde, die week daarvoor derde. Je hebt zo lang gerevalideerd om er weer terug op niveau te komen. En dat het dan nu heel lukt met de eerste vrije formatiewedstrijd. Ja, super. Echt heel blij. Allemaal ontlading, zeg maar. Ik zie die ooit zakeerd en denk ik van, ik zie weinig meer van een blessure. Gaat het goed? Het gaat heel goed. Sowieso na de eerste wedstrijd gelijk al dat ik eigenlijk helemaal geen reactie heb gehad. Niet een dikke knie. De rest was wel hartstikke stijf en ik was ook echt back af na 3 omlopen. Ondanks dat ik keihard getraind heb. 3 keer in de week bij Fysio 058. En 3 keer in de week 8 maanden lang. En na 1 dag kaatsen was ik echt kapot. Maar goed, ja, ik merk er verder niks van de knie niet. Geen reactie, het is niet dik. Dus super. Dat is altijd wel heel wichtig van wat voor reactie hier is nou in de eerste partijen. Ja, klopt natuurlijk. Daar hou je rekening mee. Daar ben je misschien een beetje bang voor dat het misschien verkeerd reageert. Maar helemaal niks. Het is hartstikke belangrijk dit natuurlijk dat het goed gaat. Daar krijg ik ook vertrouwen van. Ik merkte wel sowieso de eerste wedstrijd ook. Dat ik de eerste 10 minuten wat voorzichtig was. Hè. Je bent gewoon voorzichtig. En na 10 minuten ging de knop om en weer duiken en vliegen. En dan is het klaar. En dan is het goed. Dan heb je het keerst, Manon. 1 eerst tegen. Ja, 1? 1 eerst. Dat is 5-0? Ja. Ongelooflijk. Wat zet je in je del? Nou, ik denk eigenlijk dat wij heel degelijk waren vandaag. Ik vond mezelf niet fantastisch. Ik heb de wedstrijd hiervoor beter gekaatst. Maar Ilse staat gewoon vliegend op te staan. Ik denk dat zij in totaal misschien 4 ballen buiten heeft. En we kaatsen gewoon heel degelijk. We slaan mooie kaatsjes. We behouden de kaatsen. We hebben eigenlijk vrij weinig ballen slaan we buiten. Ik denk dat we daardoor gewoon heel sterk zijn. En daardoor win je het zo. Is de teambuilding van Stichting Puur Passie Derk heel belangrijk in dat je mijn team bent? Want ik zie de Mali ben er al, maar ze zorgen voor bij het vrouwen is veel te interesseren hoe doe je met en hoe is al mee? Ja, klopt. We hebben echt, het is sowieso echt een hecht team hebben we. En we trainen natuurlijk ook al een paar jaar met elkaar. En wat je zegt, wij kijken bij hun, zij kijken bij ons, maar ook af en toe even tussen de wedstrijden door van hé, kom op, let hierop en hoe gaat dit? En warming up bijvoorbeeld met de partuur van mijn broer Patrick, Bouke en Dylan, doen we warming up met zijn zessen. En onze coach is dan bij, dus wat dat betreft heel hecht team. We trainen ook keihard, iedereen is ook lekker fit en dat kun je ook gewoon merken. En, en als het goed gaat, dan is het alleen maar mooi. Het is fijn, dat is er weer best mee om. Ja, ik ben ook ontzettend blij en dit is echt, valt echt wat uit. Ik was wel een beetje zenuwachtig voor de finale, maar na een eerste is het eraf en het is super. Gefeliciteerd. Dankjewel.